allemaal, daar ben ik weer met een nieuwe video. Ja, je kijkt nu naar het tweede deel van de Spanje vlogs. En vandaag gaan we naar een waterpretpark. Ik ben heel benieuwd, ik heb het nog nooit gedaan. Daar gaan we nu naartoe en ik zie jullie zo weer. Nou jongens, we zijn er. Mijn moeder gaat even de kaartjes halen en dan gaan we naar binnen. Inmiddels is het wat later en we gaan nu weer terug. Ja, het was echt heel erg leuk. Ik ben normaal niet zo van achtbaan en zo, maar glijbanen vind ik er juist wel weer echt super leuk. Dus het was echt top. We gaan nu uit eten in Sant Antoni. En daar hebben we een hele leuke tapas dinges, dus daar gaan we heen. Super leuk. Dat hondje, jongens. Dus we zitten er, we hebben wat tapas besteld. We hebben nog niet alles, we hebben wat salade. En straks komt de rest. Nou jongens, we zijn in Sant Feliu, bla 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 ergens. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben er nog nooit geweest. Nou, hier zijn cactussen. Ik weet niet wat deze plaats is. Goedemorgen, het is vandaag alweer donderdag. En we gaan vandaag eerst naar de markt in Tossa. Ja, wat gaan we doen vandaag? Eerst even een lekker ontbijtje. We zijn naar de markt geweest, alleen Finn heeft iets gekocht. Een tenue. Ja, een tenue. Papa gaat dat even presenteren. Dat heeft Finn gekocht. En wij hebben niks gekocht. Want het was een beetje heel erg heet. En toen waren we best wel snel moe, dus toen zijn we even wat gaan drinken hier zo. En we gaan straks lekker naar het strand. Ik zit weer bij het huisje zoals je kan zien. Ja, en ik ga nu even een stukje editen. Ja, daarna gaan we lekker in Tossa eten. Dus zin in. Dus daar hebben we echt zin in, jongens. Het is zover, ik heb een pizza. Oh. Yay. Zo leuk. Het is vandaag vrijdag en we gaan lekker naar het strand. Ik was vandaag om 7:15 wakker en toen ging ik lekker editen. En het is nu, ik weet niet hoe laat, maar we gaan nu naar het strand. Ja. We zijn weer onderweg naar het strand. En dit is even een mooi uitzicht tussendoor. Kijk hoe mooi het is. Nou jongens, het is wat later en we zitten in de auto zoals je kan zien. We gaan weer lekker eten in Tossa de Mar. Er zit zo'n groot beest en de schaduw zit daar. Zie je dat? De schaduw. Oh mijn god. Daar loopt de schaduw. Oeh. Waar moet je naar binnen doen? Eeuw, eeuw, eeuw. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag alweer. De laatste dag. Ja, en ik ga vandaag alles filmen wat we... Finn, wat doe jij nou? Nou, in ieder geval, ik ga vandaag een beetje alles filmen wat we gaan doen. We zijn nu onderweg om broodjes te gaan halen. En mijn stem klinkt een beetje raar, maar oké. We hebben lekker broodjes gehaald, een beetje buiten adem, maar
Ja, mijn video is na een nachtje uploaden ook verwerkt. Dus dan stop. Daar zijn we weer, jongens. Heerlijk, laatste dagje. Een beetje parasolprobleempjes. Gaat fout. En jongens, hun twee wilden dus op die banaan. Maar ik durfde niet, maar je moet met minimaal 3 personen. Dus nu moet ik mee. Nu moet ik mee en ik durf niet. Succes, jongens. Was het heftig? Ja, hoe voel je je net? Ja, nou, ik geef het wel. 10 banana's. 10 banana's, ja? Ja, goed gedaan, jongens. Echt waar. Tijd om terug te gaan. Dan gaan we nog op de camping eten en dan gaan we vannacht om 4 uur naar huis. Het is inmiddels wat later en we lopen, zoals je kan zien. En we lopen even naar de supermarkt. Zo, dat zeg ik heel Rotterdams. Maar we lopen even naar de supermarkt, want we gaan wat dingen halen voor morgen in de auto. En daarna gaan we lekker eten op de camping. En daarna gaan we nog meer inpakken. En we zijn even wat dingen voor in de auto aan het uitzoeken, wat lekkers. Want dat is natuurlijk altijd wel leuk. En ik heb al deze, want dit vind ik echt bizar lekker. Yes! We hebben alles gehaald. Top. En we gaan nu daarboven gaan we eten bij de camping. Nou jongens, we zitten weer in de auto. We gaan zo weg. Ontbeten en het is nu, hoe laat is het? Kwart over acht. En ja, we waren ongeveer 4 uur al. Nee, vijf uur weggegaan of zo. Nee, half zes gingen we weg. Dus. We gingen om een tijd weg en dat was 's ochtends. En ja, we zitten nu in Frankrijk en we gaan zo weer verder rijden. Inmiddels ben ik alweer een paar dagen thuis en het was echt een top vakantie. Ik heb er onwijs veel van genoten en ja, nu is school weer begonnen. Yes! Dan was dit het voor de vakantievlogs van dit jaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en was het dan ook zo, doe zeker eventjes een duimpje omhoog. Abonneer ook eventjes op mijn kanaal en laat even een reactie achter wat je vond van deze video. En ja, dan zie ik jullie hopelijk volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei!